GGD heeft op verzoek van de omwonenden en de gemeente Borne onderzocht wat de mogelijke consequenties zouden zijn van de mestverwaringsfabriek. Dat hebben ze deels gedaan door vragen te stellen waar de ongerustheid zit van de omwonenden. En daarnaast hebben ze gekeken wat dan de inhoudelijke consequenties zouden kunnen zijn van wat geur- en stankoverlast. En consequenties voor mensen en dieren. De resultaten van onderzoek laten zien dat er geen nadelige consequenties zijn voor dier en mens. Het Mossel strijdt al jaren voor behoud van Elhorst Vloedbelt, de locatie van de nieuwe mestfabriek. Hij is niet gerustgesteld door het rapport van de GGD. Nee, maar dat is geënt op het feit dat als er maar niets gebeurt en men kan alles in de hand houden, ja, dan is er in feite niks aan de hand. Maar zo gauw zich een calamiteit voordoet, dan zijn de risico's aanzienlijk groter. En bestaat er inderdaad wel kans op geur, overlast of allerlei veiligheidsrisico's. En die willen we dus sowieso vermijden. Maar dit rapport van de GGD wat er nu ligt, dat is mooi, maar dat verandert uw kijk op de zaak niet. Nee, het is alleen maar een soort geruststelling voor de omwonenden en zenderen. Dat er dus als er verder niets gebeurt, geen calamiteiten, ja, dan is er dus in hun ogen niets aan de hand. Ja, als de huidige procedure die is aangespannen tegen de provincie Overijssel, de uitspraak daarover gedaan is, dan zouden we in het voorjaar kunnen starten.